Hallo allemaal en welkom bij deze gloednieuwe video. In deze video heb ik een unboxing, want ik heb heel fijn geshopt bij de Yves Rocher. En ik dacht, ik ga dat allemaal laten zien aan jullie wat ik allemaal juist heb gekocht. Voor ben je nieuw op mijn kanaal? Hallo, ik ben Caroline en ik hou van om video's te maken, te editen en dan te uploaden op YouTube. Ik doe dit ook op TikTok, dus vergeet me zeker daar ook niet op te volgen. En dan zou ik maar zeggen, laten we starten met de unboxing van Yves Rocher. Ik heb het me al makkelijk gemaakt, want ik heb de box echt zo de bovenkant er al afgehaald. Dan hebben jullie een beetje een sneak peek van wat er allemaal al in zit. Maar goed, we gaan gewoon starten. Voor ben je nieuw ook. Ik ben enorm fan van Yves Rocher. Ze maken heel veel natuurlijke producten, of met natuurlijke stoffen, niet veel siliconen en zo van die dingen. Dus ik hou echt van hun producten. Dikke disclaimer, ik heb alles zelf betaald. Ik heb niks gesponsord gekregen. Ik ben echt gewoon een enorme fan van Yves Rocher. Maar nu genoeg geleuterd. Let's go met de unboxing. Ik ga gewoon één voor één alles nemen en dan zullen jullie het wel zien. Als allereerste heb ik deze Hydra Vegetal Gel Crème Hydratation Non-Stop 48 uur. Dat is deze crème. Ik zal de ingezoomde dingetjes ook laten zien natuurlijk. Het is voor de normale huid eigenlijk. 90% ingrediënten zijn natuurlijk. En dat is het. Het is volle bescherming. Dus ideaal. Verder staat er nog iets op. Ja, 48 uur. Dus het is een dag- en een nachtcrème. Wat ik heel nice vind dat dat in één potje zit. Dus ja, dat is eigenlijk gelcrème, hoe je het wilt noemen. Het volgende product is een scrub. Ik heb een scrub van Pur Algu. Dat is ook een lijn van Yves Rocher. Je zult beter zien met de ingezoomde beelden. Deze is een scrub of peeling, noemen ze het ook wel. Het is sulfaatvrij en 98% natuurlijke producten. En ik ga even... Oh, kom nog een kwakje uit. Ja, hij ruikt echt super, super, super lekker. En ik ga hem zeker proberen, zoiets. Of straks. Wat ik wel het enige nadeel vind, je moet echt zo, als je wil lezen, het echt zo wat schuiner houden. Maar oké, okay, dat komt wel goed. Het is wel een tof product, denk ik. Want ik had nog een scrub nodig. En ik zag deze, dat die dan ook allemaal in diezelfde lijn zo is. Dus ik dacht, let's some try it out. Ik zal jullie op de hoogte houden wat ik hiervan vind. Dus dat is de scrub. Dan het volgende product is deze Ultra Fresh Cleansing Gel. Deze is sulfaatvrij en 98% natuurlijke origine. Heel blij mee. Deze grootste formaat denk ik dat je kan vinden. Ik ben even aan het kijken hoeveel dat is. Dacht 493 ml. Dus echt wel een flinke bus. Ik heb deze in het mini uitgeprobeerd. Want die zat in de adventkalender van vorig jaar. En ik ben over tijd op weekend geweest. En ik heb die gebruikt en mijn huid was zo proper en ik voelde mij zo nice en het rook lekker. En ik dacht, kom, ik bestel gewoon een full size ineens. Helemaal fan, helemaal blij. Dan, om in de cleansing te blijven, heb ik van dezelfde lijn een mousse. De cleaning foam, dat voor extra zuurstof zou zorgen. Dat is ook sulfaatvrij en ook 98% ja, natuurlijk. En het heeft een fijne dop. Echt ideaal voor ASMR uit te maken. Maar goed, daarvoor zijn we hier niet. Dus ik ben heel benieuwd ja, wat deze gaat doen. Ze zeggen dat het dus beter de zuurstof naar je huid toe komt na deze foam. Ik ga deze denk ik niet dagelijks gebruiken, maar zo 2-3 keer in de week of zo. Ik ga het zo wat bekijken. En ik zal misschien nog wel een geüpdate skincare routine opnemen binnenkort. Als ik de productjes in een tijd heb gebruikt en weet gewoon wat het fijnste is voor mezelf. Dus. Maar dat is dus deze foam. Voorlaatst dan alweer. Is deze micellaire water. Deze 2-in-1 make-up remover voor face en eyes. Dus en 99% natuurlijke producten wat erin zit. Dus dat is ook heel fijn. En hij prikte ook niet. Want ik heb heel veel micellaire waters die dan toch geen prikken of toch niet 100% vind scoren op de Yuka-app of mijn huid reageerde dan weer op. En hierop had ik ook weer een mini. En mijn ogen prikten ook niet, want
Met mijn lenzen en zo, ja, is altijd wat gevoeliger mijn ogen, maar dit is echt ideaal. Dus dat is deze. En dan als laatste van de... Ja, nee, dit is deze, toch nog een andere lijn. Ik was abuus. Dus dit is ook nog van die Hydra Vegetal lijn. Dat is een oogcrème. Allee, voor uw wallen weg te werken. Zo een tubetje. Ja, dat zou de puffy eyes wegwerken. En ik dacht, ik heb zo eentje. Ooit is gratis bij zo een andere bestelling van Yves Rocher besteld. En ik ben daar zo tevreden van. Maar ik vond die wel best prijzig. En ik dacht, ik zit toch al in die lijn voor de dag-nachtcrème. Laten we dat eens proberen. Deze heeft 95% natuurlijke. Ik ben heel benieuwd wat het gaat doen voor mij. 's Ochtends en 's avonds. Hydrateert en verheldert de oogcontouren. En vermindert de wallen. Ideaal voor mij dus. Dus let's try it out. Dan zijn we aan het volgende aangekomen aan hair care. Ik heb namelijk deze conditioner van de lijn Pure Detox besteld. Ik ben nu volume conditioner aan het testen. Die is bijna op. Daar ben ik wel tevreden van. Maar ik zag deze. En ik dacht, de Pure Detox, deze moet maar een minuut intrekken. En ik heb meestal niet zoveel geduld onder de douche. Dus ik dacht, laten we het eens proberen. Ja, let's try it out. En ik zal weten zeggen wat ik van deze vind. Dus dat is deze. Dan heb ik nog iets gekocht. En dat is deze mascara. Ik ben enorm fan van hun mascara's. Ze zijn ook supergoed voor je ogen. Allee, supergoed voor je ogen. Ik bedoel, niet schadelijk voor je ogen. Want ik heb toch wel enkele mascara's waar ik het toch niet 100% mee eens ben en mijn ogen een beetje op reageren, zeker dat ik lenzen aan heb. Dus ik dacht, ik heb er één van Yves Rocher, wederom, door die adventkalender. En ik vond die heel fijn, maar die gaf iets te veel volume en separeerde niet zo mee, alleen zo mooi mee. En die gaf ook niet zo'n mooie krul. En dan zag ik deze op Yves Rocher. En die is speciaal. Ja, die geeft ook wel wat volume, maar vooral ook krul. En ik dacht, die stond in de korting. Ik dacht, kom Caroline, let's try it out. En het heeft een heel fijn borsteltje. Het heeft zo een, ja, ik zal het op de ingezoomde foto's, allee, videootje beter kunnen zien. Maar die heeft zo een boogje erin en dat geeft een hele mooie krul. En het is een heel fijn borsteltje. Allee, een heel fijn borsteltje. Dus ik bedoel, een fijn borsteltje. Het zal ook wel een leuk borsteltje zijn om mee te werken. Maar ja, dus dat is deze. Ben ik heel benieuwd naar hoe dat die gaat zijn. En dan, omdat ik ja, altijd winkel bij Yves Rocher, krijg je zo kunnen extra cadeautjes gratis en voor niets erbij doen. Dat heb ik dan ook gedaan. Je kan dat ook schenken aan een boom of hoeft niet. Maar ik vind dat heel leuk om nieuwe dingen te ontdekken. Dus ik heb dat nu gedaan. Het is niet iets volledig nieuw, want deze Reparation shampoo heb ik al. Maar die is op en ik vond die zo fijn voor mee op vakantie of zo te nemen. En ik dacht, dan heb ik ineens een mini en dat vervalt ook niet. Voor volgend jaar of dat we eens een weekend weggaan, heb ik echt wel een hele fijne dat ik weet. En mijn haar reageert er ook echt goed op. Dus vandaar dat ik dacht, we gaan deze nemen. Maar ik heb deze genomen omdat ik dus deze kende en weet hoe dat mijn haar erop reageert. Maar ik heb vooral het genomen omdat het volgende, dat zit hierin, voilà, een borsteltje. Deze is een mini borsteltje, maar wederom ideaal voor ASMR, maar daarvoor zijn we hier niet. Is van, ik dacht bamboe, maar nu ben ik aan het twijfelen. Een ovale brush. Ja, ik kan het zo niet echt direct vinden. Want in ieder geval, deze... Ik heb al liggen opzoeken voor haircare nog beter te doen en zo. En dan vond ik dat zo'n borsteltjes... Allee, grote borstels ideaal zijn. Maar ik dacht, ja, ik ga het eerst testen als ik het ergens vind in het klein. Want ik vind dat toch best een aankoop, een goede borstel. En toen zag ik dat ik kon kiezen tussen een borsteltje... En dan die shampoo dat ik dus ken. Oftewel een toilettas. En ik dacht, dit is de kans, Caroline. We gaan het gewoon proberen. We gaan het proberen, het borsteltje. En ook ideaal voor op vakantie of voor in mijn handtas of in de auto. Want nu heb ik in de auto een super grote borstel liggen. En ik denk misschien dat het wel handiger is om, ja, om een kleintje te hebben. En dan zijn we al aangekomen
Dat het op is, de box. Ik heb alles eruit gehaald. Alles hebben jullie gezien. Ik hoop dat je de video fijn vond. Vergeet zeker niet dat duimpje omhoog te doen en me te abonneren. Het zou super fijn zijn. En dan zie ik jullie heel snel weer. Bye bye.